Nederlanders hebben de neiging om ruzie uit de weg te gaan. Maar ruzie maken heeft ook een belangrijke functie. Je komt namelijk dichter tot elkaar. En een aap doet nou eenmaal datgene waar hij zin in heeft. Die wil bijvoorbeeld op de apenrot zitten. En het helpt je ook om te voorkomen dat je gaat zoeken naar een rechtvaardiging. En een rechtvaardiging is er vaak niet. Iemand die zichzelf iets toe-eigent, kun je wel vragen waarom doe je dat, maar dan ga je geen eerlijk antwoord krijgen. Je kunt het wel verklaren en als je die verklaring hebt kun je daar veel beter naar handelen en je kunt er vaak ook beter mee leven. In een ruzie is men geneigd om reactief te handelen, meteen lik op stuk. Maar dan kan het zijn dat je een hoop kapot maakt en misschien wel dat je reageert op dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. En als je je afvraagt hoe wil je er over 20 jaar op terugkijken, dan weet je precies wat wel en niet belangrijk is. En door vragen te stellen, toon je interesse in de ander en kan hij zich gewaardeerd voelen. En waardering is een van de belangrijkste elementen in een onderhandeling. Iemand die zich niet gewaardeerd voelt, heeft al snel een conflict. Je kunt veel beter zoeken naar een bevestiging voor je ongelijk. Als je denkt dat iemand nooit de rekening betaalt, kun je gaan letten op die keren dat hij de rekening niet betaalt. Maar je kunt veel beter gaan letten op die keren dat hij wel betaalt. En misschien betaalt hij wel vaker wel dan niet. De man is degene met wie je onderhandelt en dat gaat over de zaak. En daarbij is cruciaal dat je een duale benadering kiest. Op de zaak mag je hard zijn, maar op de man werkt het niet als je ook hard bent. Dus hard op de zaak en zacht op de man. Dit is de absolute bestseller op het gebied van onderhandelen van Harvard, Getting to Yes. In dit boek gaat het om rationeel onderhandelen. De emotie komt er niet in voor. En daarom hebben ze daarna een boek geschreven, Beyond Reason. Ze hebben toen eerst 200 emoties in kaart gebracht en kwamen erachter Too Hard to Handle. En dat hebben ze uiteindelijk vertaald naar 5 concerns. Iedereen heeft deze 5 concerns. En op 1 staat gewaardeerd willen worden. En als je op een creatieve manier wil onderhandelen, weet de bono dat.